In deze film maken we lijstjes. Ik zag op Facebook de vraag voorbij komen over het filter lijstjes maken. En ik had er zelf eigenlijk nog niet van gehoord. Ben er even ingedoken en heb er wat dingen over uitgevonden. En ik heb daar gewoon een filmpje over gemaakt. Om het heel simpel te zeggen, vind je het filter hierboven bij filter rendering en dan heb je daar fotolijst staan. Als je daarop klikt, krijg je het volgende voor je neus. Neem hier de programmeerfout van Photoshop even niet kwalijk bij Adobe, maar je kunt hier kiezen uit verschillende frames. Er zijn er 47 in totaal en je kunt er gewoon eentje aanklikken. Dansende krullen. Je krijgt een kleine preview en deze preview laat helaas niet de foto zien, dus je ziet niet goed hoe het werkt. In principe dit filter zou eigenlijk nog gewoon veel beter uitgewerkt kunnen worden. Je hebt verschillende opties en dit verschilt per frame. Zo heb ik bij dansende krullen die ik nu geselecteerd heb, kan ik bijvoorbeeld de kleur van de wijnstok veranderen of de kleur van de bloem. Nou, geen idee of die erin zitten, maar dat is niet zo. Maar ga je op zoek naar iets anders, dan heb je bijvoorbeeld geen optie voor de bloem en geen optie voor het blad. En dat geeft op zich helemaal niet. Er blijven nog genoeg opties over om zelf mee te spelen. Ik ga eens even voor deze, de wijnstok met krullen. Nou, op zich zijn ze groen en er zitten wat blauwe dingetjes in. Dat bruin dat komt niet voor. Maar laat ik bijvoorbeeld hiervan eens de grootte veranderen. En dan zie je ook gewoon dat er ja, iets verandert in je frame. En ook de grootte van de bloemetjes kun je veranderen. En eventueel, daar hoef je geen cirkels in te leggen, daar kun je ook weer andere bloemetjes in leggen. En zo kun je eigenlijk gewoon je eigen frame gaan maken. En je klikt één keer op de kleur om een andere kleur te kiezen. Dan krijg je deze zeer verouderde kleurkiezer voor je neus. Maar je kunt het zo aanpassen. En dan heb je ook nog hierboven het tabblad geavanceerd. En dan kun je ook nog wat opties aanpassen. En als je zegt ik ben wel happy, je klikt gewoon op oké. Okay. Photoshop gaat voor jou aan het rekenen en past het toe op je foto. Het past ertoe op dezelfde laag wel te verstaan. En dat is nou eigenlijk net niet helemaal de bedoeling. Want stel dat je nou bijvoorbeeld verder gaat met je bewerkingen. en je denkt van: hé, hey, eigenlijk is dit gewoon helemaal niks. Ik wil hier weer van af. Dan kun je niet zo makkelijk terug. Dus ik maak deze stap even ongedaan. En dat doe ik hierboven via Bewerken, Ongedaan maken fotolijst. Of je doet dat met de sneltoets: Ctrl Z. En ik ga dit dus doen op een manier dat ik het later wel aan kan passen. De manier zou zijn om dit in een slim object te doen. Je zou deze laag dan omzetten naar een slim object. En alle bewerkingen die je er dan op doet, die zijn later nog aan te passen. Maar helaas, dit filter werkt niet met slimme objecten. Dus je moet daar een beetje omheen gaan werken. En dat doe je heel eenvoudig, gewoon met een nieuwe laag. Hierboven bij laag kun je klikken op nieuw en ik wil gewoon een nieuwe laag. En deze laag noem ik frame. Je ziet in je lagerpaneel dat je erbij komt en nu kan ik dus dit frame op deze nieuwe laag zetten. Gewoon via filter rendering en fotolijst. Laat ik nu eens gewoon een echt fotolijstje maken. Eentje met rechte hoekjes en die hoeft niet zo idioot groot te zijn. Om toch nog even iets dieper in te gaan op de sliders, hou de marge op 1 als je je lijstje aan de randen wil hebben. Zet je je marge groter dan zul je zien dat je lijstje naar binnen komt. en dan valt het eigenlijk niet meer op de randen van je foto. En dat vinden we toch wel prettig. Nou, de grootte bepaalt de lijstdikte. En met de rangschikking, dat zijn eigenlijk een soort variabelen. Iedere rangschikking vertegenwoordigt een iets ander lijstje. Als ik bijvoorbeeld even nummer 34 intyp. dan zie je dat ik een iets andere krijg. Maak ik daar 35 van, dan zie je dat die weer verandert. Daar is eigenlijk niet echt een slag naar te slaan. Dus kies iets uit wat je gewoon leuk vindt. Ik vind dit op zich wel aardig. En bij geavanceerd kun je nog het aantal lijnen in je frame bepalen. Als ik bijvoorbeeld even een groot frame pak, dan zie je dat beter. Als ik het aantal lijnen terugzet, dan wordt mijn frame gewoon eenvoudiger. Maar ik vind een beetje een getrapt frame wel leuk. En niet te groot. De andere sliders zijn bij de fotolijstjes gewoon niet beschikbaar. En ik klik op oké OK om dit toe te passen. Ik krijg er het frame omheen en op zich het ziet er wel redelijk uit. Ja, het is uh, gerenderd door Photoshop. Nee, het is geen perfect filter. Je ziet heel duidelijk dat dit gewoon nep is. Maar ik heb in ieder geval het frame wel op een losse laag liggen. Dus ik kan het uit- en aanzetten wanneer ik het wil. Nu valt dit frame aan de binnenkant van de foto. En het kan zijn dat je dingen aan de randen hebt die je toch eigenlijk wel gewoon wil laten zien. Ook daar is weer een oplossing voor. En dat doe je door het canvas wat groter te maken. Je gaat naar afbeelding en dan heb je daar staan canvasgrootte. En die grootte die houd je dan bijvoorbeeld op relatief. En met relatief aangevinkt ga je gewoon vertellen wat erbij moet worden gerekend. Ik kan bijvoorbeeld tegen Photoshop zeggen, rekenen voor mij is 50 pixels links en rechts bij. Dat is bij elkaar 100. En dat doe ik ook in de hoogte. En om het mooi te houden wil ik die achtergrondkleur wit hebben. En ik druk op OK. En je ziet, mijn canvas wordt gewoon iets uitgebreid. Zet ik deze laag van het frame even uit. Dan maak ik een tweede laag aan. En deze noem ik dan buiten frame. Als ik hier nu een frame in ga leggen. Via filter, rendering en fotolijst. Dan zal hij het in die buitenste laag doen. Dus hij gaat op zoek naar de uiterste van de foto. Klik ik nu op OK, dan zie je dat het er ja, eigenlijk gewoon net iets buiten ligt. Er gaat minder van mijn foto af als bij de eerste. Als ik ze bijvoorbeeld even allebei aanzet, dan zie je goed wat de bedoeling was. En op zich zou dit met twee lijstjes natuurlijk ook gewoon kunnen. Je kunt het zo gek doen en zo creatief doen als je zelf wil. Dus de instelmogelijkheden van het filter die zijn best uitgebreid. Helaas is de kwaliteit van het filter niet geweldig. En het is ook jammer dat het niet in slimme objecten kan. Maar het is op zich grappig dat het kan in Photoshop. En nu weet je hoe. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei. doei!